deze aflevering die we nu gaan opnemen. Want we gaan 2 afleveringen opnemen vandaag. Halve finale en de finale. De halve finale en de finale. Spannend! Wetsuits aan en gaan. Dames en heren, we zijn er weer. Het is weer een nieuwe vlog. En deze vlog is eigenlijk eentje die voor de vlog van vorige week is gekomen. Maar nu staat de finale en de halve finale al online. Dus kan ik alles vandaag gewoon laten zien. Want het is weer een draaidag van Holy Girls. Wie weet waar ik nu ben. Ik weet het zelf namelijk ook niet. Wow. Nee, we zijn in IJmuiden. IJmuiden, laat je horen. Nou, super gaande hier. We kwamen hier vanochtend binnen. Holy knijter. Dit is heerlijk. Wat ga ik doen? Dit is misschien leuk om te vertellen, maar misschien heb je mijn FHM video gezien. Ik heb hem ook short geplaatst op YouTube. Hij heeft dit geëdit! Woe! Oké. Alles wordt klaargezet. En wij weten dus nog niet wat we gaan doen. Bootje is er ook! Oh yes! Kijk, behind the camera. Ja, vorige keer heb ik Bo helemaal niet kunnen zien. Toen was jij? Ik was in Milaan en in Como meer en we waren nog in Barcelona. Wat een leven, man! Ondertussen als Marijn aan het werken is, ben ik lekker op vakantie aan het houden. Als ik afga in vieze gore badjes met koekhappen en dat soort dingen. Maar dit had ik niet willen missen eigenlijk. Dit niet? Dit had ik echt niet willen missen, want nu ben ik er niet bij geweest en het was wel een leuke aflevering. Het was een hele leuke aflevering. Als je nog niet hebt gezien. Kijk nog even. En deze aflevering die we nu gaan opnemen, want we gaan 2 afleveringen opnemen vandaag. Halve finale en de finale. De halve finale en de finale. Spannend! En je bent daar. It's Jane. De bitch van de show. Kijk wie we hier hebben. De andere 1/3 van de groep. Hoeveel zin heb je in deze challenge? Nou, ik zei net tegen Jane. Ik was een filmpje aan het maken hier naartoe. En ik zei, nou, ik ga echt dit water niet in, hoor. Ja, eindstad kom ik hier aan, duik in de structuur. Ja. Nee. Oh, maar hoezo? Vind je dat niet chill? Oh, dit is zo groot open water. Dat vind ik helemaal niks. Nee. Dit water wil je ook niet. Maar hier gaan we toch niet in? Ja, dus ik denk dat dat het instructiebadje is. Oh, hier heb ik niet over nagedacht. Nee. In dit klaslokaaltje kunnen wij al onze shabam en make-up zooi neerleggen. En hoe leuk zijn trouwens deze nagels? Geweldig! Dit zijn van die nagelstickers. Dat is echt cute. Op het YouTube kanaal van Holy Girls kan je dus de afleveringen zien. En dit zijn de behind the scenes. Hoe leuk is dat? Vorige keer werd het heel goed ontvangen en kon ik heel weinig laten zien. Maar nu gaan we gewoon alles showen. Alles! Van tevoren krijgen we altijd een call sheet met hoe laat we waar moeten zijn en wat we mee moeten nemen. Maar verder weten wij dus helemaal niet wat we gaan doen. Alleen de productie. En de productie is dus druk bezig om alles klaar te zetten. Wasima is altijd te laat. En wij moeten heel lang wachten eigenlijk vaak. Maar dan heb ik nog tijd om voor mezelf te werken. Of wat dan ook. Zenderen moet je! Kunnen ze alles horen wat we over hun zeggen? Gaat het wel goed? Ik ben moe. Ik ben zo moe. Dus is Tijne niet zo moe geweest. Ik probeer echt mijn energie hoog te houden, maar I can't, girl. I can't. Jij bent moe, hè? Jij? Gore, vuile. Tering. Het ziet er spannend uit. Ja. Ik ben heel benieuwd, maar ik heb hier echt zin in. Ik kwam hier binnen en kreeg meteen zo'n tak adrenaline kick. Ik denk dat jij deze wel gaat killen. Ja? Ik wil niks zeggen, maar ik denk ja. Wetsuits aan en gaan. Oké. Ik vind altijd wetsuits zo cool staan, hè? Ja. Ben benieuwd of ik deze challenge ga winnen. Je moet dus knippen en dan het geld meenemen naar de finale. Ik leg het later wel meer uit, maar let's go. Zet de camera in, Marijn. Oh, fuck. Marie heeft dit gehaald. We weten niet helemaal waar het mis is gegaan. Dit heb ik allemaal gehaald. En dat is Jane. Dus I did a good job. Ik vond dit ook echt leuk. Het was wel heel zwaar, jongen. Echt, je krijgt bijna geen adem. Oh, fuck. Zo, holy knijter. Ik was alleen maar gefocust. Elke baksteen gewoon pam pam aan. Echt? Ja, dat dacht ik al dat je actief tikken was. Ik ging eigenlijk echt kijken naar de hogere cijfertjes en die ging gewoon knippen. Oh, nee, ik heb geen seconde gekeken naar welk geld erin zat. Misschien heb ik daar nog wel heel veel. Ja, jongens. Het is niet heel charmant. Ik ga nooit als eerste date duiken met een gast. Laten we dat niet doen. Wat is hier gebeurd? Man, ik heb echt tranen in mijn ogen van het lachen. Ik heb gewoon gewonnen. Dit is echt. Wij dachten dus, het geld komt er nog bovenop. Ja, want we hadden geld gewonnen. Met elke challenge kan je geld winnen.
En ik stond op 750, geloof ik. Maar nu ging al het geld dus. In één keer begon iedereen op nul. En wat je opviste, daar ga je mee naar de finale. Ja, en dit had ik niet zien aankomen. Eerlijk. Holy. Ik heb gewoon nu 1000 nog wat euro. En die andere waren 700. Je gaat heel sterk de finale in. Ik ga sterk de finale in. Ah, ik vind het echt zo leuk. Wij zijn dan nog een kwartier aan het discussiëren nadat we hebben gedraaid. Oké, nu snel alles pakken, want we zitten in tijdsnood. Snel al mijn zooi hier even weghalen. En dan moeten we nog quoten. En dan gaan we naar de finale toe. Maar ik zit er lekker in. Ja, ja, ja. Want ik heb gewonnen. 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 Mijn geld. Mijn geld. Niks jouw geld. Godverdomme. Mijn fucking ja, geld. 2 weken geleden was het mijn geld. En daarvoor was het mijn geld. Waarom ben ik de persoon die jij ontbijt nu? Voor jullie oren hoop ik dat Evan een beetje dat je stem zo verandert. Hoe heet dat nou? Nou, jullie weten wat ik bedoel. Autotune. Kijk, ik hoop dat Evan dat erop heeft gedaan voor jullie. Anders bloeden jullie oortjes nu. Ik heb even een pony geknipt. Het is gewoon zo erg. Het is gewoon allemaal mijn afgebroken haren. Ja, maar het staat wel echt zo leuk. Mooi knotje zo. Wow. Laat even weten wat jullie vinden. En abonneer ook meteen even. Abonneer! Ben jij geabonneerd? Nee. Nee! Nou, nu ik geen vrienden meer met jou zijn. Oh nee, ik ben wel geabonneerd, liefst. Ja, oké. Okay. She's lying. Pas op, hè. Kom je halen als je niet geabonneerd bent. No, God, please, no! No! Hey, jongens. What the fuck is going on? Ja, jullie zien net zoveel als dat ik zie, maar dit ziet er spannend uit. Ik ga nog even wat eten. Ik ben zo moe, ik kan wel slapen. Holy guacamole. Weer tijd voor een TikTok. Oh, kijk, ik heb ook een zonnebril. Marie gaat als een gangster hier rappen. Ik ga stuk. Oké, let's go. Zag 2 beren, broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Broodje neemt jullie mee voor wat daar staat. Ja, follow me. Kijk eens, klein. Beetje een viewtje achter de schermen. Ja, productie gaat op de voorgrond ineens, hè? Zo, de rest van de crew. En dan eindigen ze daar. Nou. Dit is mijn laatste shot van mij. Doei. Okay. Holy knijter, ik ben helemaal bezweet. Dit was niet normaal. Ongekend. Maar het ging wel goed, geloof ik. Jullie zijn ook dood, hè? Ik zweet helemaal. Oh my god. Jongens. Voor iemand die super fanatiek is, is dit verschrikkelijk. Het ging niet goed. Maar het ging wel goed, geloof ik. Ik had zoveel in mijn handen. En het vloog er allemaal uit. Kut, zo. Ik had ook 1 ravage. Deze meiden. Nou, wie denken dat we hebben heeft gewonnen? Of jij? Of jij? Ik denk dat Jane. Ik ben bang dat Jane heeft gewonnen. Mijn voorspelling was niet goed. Nee. Ik heb namelijk niet gewonnen. Nee, het is Jane. Mooi zeg. You crazy. Het is mooi zeg. Wat heb je gewonnen? Hoeveel? Ik heb... Puppetje Stijn. 1650 euro gewonnen. Holy moly. Gefeliciteerd. Ik baal wel, Snap ik ben even. De loser weer. Nou, nu gaan we aan de chocola. Ik ga ons verdriet weg eten. Ik nog, ja, salade, even gezond eten. Maar buiten in de zon zitten? We gaan. Dan pak ik alles mee ook. Ja. Dit wil ik ook mee. Alle frustratie eruit. Godverdomme. De quote zit erop. Tijd om lekker op te ruimen en naar huis te gaan. Ik ben leeggezogen. Holy knijter. Maar ik werd net door Brian gebeld, dus misschien ga ik nog heel even de terras op. Zou wel leuk zijn, hè? Eerst even de energie vinden. Het is echt zo hard uitgelopen. Het is nu 7:15 en we waren om 10:00 begonnen. Very nice, very nice. Nou jongens, jullie wisten het niet, maar ik... tussen de mensen door. Ik ga weg. Samen met deze man. Wij gaan samen naar? Waar zullen we heen? Lissabon? Nee, Dublin. Dublin, oké. Let's go. We gaan gewoon. Gepraat! Nee hoor jongens, alle gekkigheid op een stokkie. We gaan Julia ophalen. Hoe gezellig is dat? En Brian belde mij ineens. En die vroeg of ik mee wou.
toen dacht ik, nou, waarom ook niet? Want het is toch gezellig? Julia weet niet dat ik er ben. Snoetje. Wat een vuur! Vrouw! Ik wilde jou nog even helemaal niet. Okay. Manchester girl. Manchester. Ja, nee. Zeker. Nee. Ik ben trouwens even met mijn telefoon aan het filmen, want mijn SD-kaartje is vol. Ik snap er ook geen kut van, maar er moet nog iets gevierd worden. Want het is... Pride. Yes, Pride. Nou, dat doen we bijna zo, dat handje. Ja. Zo, je denkt pas bij jezelf, meid, waar ga jij heen? Nou, het is Pride, dus ik heb de veren uit de kast getrokken. Ik heb mezelf opgefluft en nu gaan we een klein feestje houden, hè? Ja. Ja. Wat een drukte, jongens. En wat een chaos. Ik weet niet wat ik meemaak. Ik vind het fantastisch, alsof er een heel dorp, maar dan al, helemaal Amsterdam, gewoon groot aan het feest is. Amazing. Loop ik dan? En Julia is alleen maar aan het huppelen. Ja, zoals je ziet ben ik niet meer op de Pride. Maar het was wel amazing. Ik heb genoten. Ik heb gedronken. Nee, ik heb trouwens helemaal niet gedronken. Ik heb één drankje op. Want onze opnames liepen best wel uit. Waardoor ik 's avonds niet heel veel tijd meer had. Dus we waren daar een uurtje. En toen zeiden ze... Dit wordt het laatste nummer! Maar ik heb wel genoten. Het was zo leuk. En volgend jaar wil ik gewoon mijn dag vrij plannen. Dat ik op de boot kan. Dat ik echt... kan feesten de hele dag. Het was fantastisch. Ik heb genoten en ik hoop ook dat jij hebt genoten van deze vlog. Dat was een goeie, hè? Goeie uithaal. Ik vind jullie geweldig. Echt, jullie support is fantastisch. Dankjewel. Laat iets leuk achter in de comments en ik reageer en ik lees alles. Dikke tuut. Mwah! Tot de volgende. Dat die bakstenen drijven. Of komt dat door die ballonnen? Ja, dat komt door die ballonnen. Oh, jezus. Nee, ja, jezus, wat dat. Nee, dit heb ik. Eén van dit knipje eruit. Eén van dit knipje eruit.